Hallo mensen, welkom terug in een nieuwe video van mij en welkom terug in Papers, Please. Het is lang geleden sinds dat ik een video heb gemaakt, het is ongeveer een maand geleden. En ik ga nu uitleggen waarom het is, ik ga hier waarschijnlijk nog wel een aparte video over maken. Dus verwacht een video over waarom ik de afgelopen maand niet heb geüpload. Maar goed, we gaan nu natuurlijk gewoon weer lekker spelen in Papers, Please. Wat ik wel nu kan vertellen is dat ik geen facecam heb, omdat ik nu... ben ik nog een beetje aan het settelen om weer YouTube-videos te gaan maken. En die camera, die heb ik nog net niet helemaal lekker opgezet. Dus ik had nu wel een facecam kunnen gebruiken, maar ik heb er voor een testvideo gemaakt. En dat zag er gewoon nog niet goed genoeg uit. Niet goed genoeg voor de kwaliteitsvideo's die ik wil maken. Dus ga ik het vandaag gewoon even zonder facecam doen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Binnenkort krijgen jullie mijn gezicht weer te zien, tenminste, als je dat wilt. Op een volgende video. Maar... we gaan nu vandaag gewoon lekker verder in Papers, Please. Bij dag 10 en dag 11. Dus ja. Day 10. Kalecia cleans house. Dat is waarschijnlijk de titel van de krant. Ja. Kalecia cleans house. Attacks its own. Round of disappearance is blamed on faulty evidence. Oké, ik snap helemaal niks van die zin. En het spijt me. Als ik een beetje schor klink en als ik een beetje vaak hoest. Dit komt, ik ben nog een beetje verkouden van iets wat ik ook in de video ga vertellen. Dus goed. Er komt iemand aanlopen, dat ben ik niet. Dus ik zal zo meteen iemand wel hier krijgen. Maar ik begin alvast met deze tekst. Inspector. The Divisional Authority of East Greston Apparitions will visit to the Adelsham. Maintain your best behavior. Glory to the Stadskamp. Ja, dat ben ik. Oké, ik hoop dat ik mijn werk goed doe. Oké. Do not embarrass me. Oké, over 9 dagen volgens mij zei hij dat hij terugkomt. Moet ik dus mijn best hebben gedaan, want ik doe niet goed genoeg mijn best, blijkbaar. Oké, even kijken. Oké, mooi. Ik heb die twee toetsen. Papers, please. Ik hoop dat ik nog snap hoe dit moet. En ik had toch de dag toch niet moeten beginnen. Want, 2 weken, oké. Nee, dat is niet iets wat moet. Hup Frank, dit kan sneller. En mijn PC is het op dit moment ook een beetje moeilijk. Dus het spijt me als ik een beetje frame drops heb door de video heen. Want ik ben recent geupgraded naar Windows 10. Maar sinds dat ik dat heb gedaan, krijg ik ook wel eens vage frame drops in wat dan ook. Dus ik hoop dat ik het nog een beetje goed doe. En dat deze video een beetje mooi wordt. Work, oké. 1 maand. 1 maand, oké. 1, 2, 83. 25, 12. 7, 3, 93, oké. Litvoski. Dat staat daar goed. Oké, dat klopt. Litvoski. Dat klopt. Foodsurf, dat zei hij niet. Ik weet niet helemaal zeker of dit wel klopt. Ja, oké. Je wacht er binnen, meneer. Welkom, die hoef jij niet, in Arstotska. Ik denk dat dit toch heel moeilijk gaat worden. Deze eerste paar keer weer. Want ik heb ook meer dan een maand. Misschien heb ik al 2 maanden dit niet meer gespeeld. Je hebt geen entry permit. Oké. Dan mag je niet naar binnen. I'm not leaving. Oké. Detain! Oude explode naar kabouter. Oké.
Oké. Ze is neergeslagen. Goed. Ik dacht over dat ze terrorist ging zijn. En dat ze een bom bij haar had of zoiets. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus we kunnen gewoon verder met de volgende persoon. Dus dan gaan we zien wat de volgende personen brengen. Oké, hij gaat hier weer 2 dagen zijn, maar zijn gezicht is anders. Ja. Ja, je gezicht is anders. I had surgery. Ik heb een gezicht mooi. Nou ja. Ik heb een gezicht laten veranderen. Oké. Dat klopt, maar. Komen de vingerafdrukken ook overheen? Nee, je hebt de vingerafdrukken vervalst. Extra geld! Omdat ik nu 2 mensen laat opsluiten. Het gaat toch eigenlijk wel lekker. In elk geval, ik heb pas 5 mensen gedaan en we zijn op de helft van de dag. Jij hebt dit nodig. Oh, had je dat niet direct kunnen geven? 55 kilo. Dat klopt allemaal. Dat klopt. Oh ja, en 77 lang. 14, 8. Volgens mij ben je legit. En mag je er binnen. Hopelijk was ze dat legit. Ja, zoals legit. Mooi. Als ik het goed heb, moet ik nu dit doen. Mikhail Saratov. En Stephanie Rare. Dit ligt er als het goed is morgen ook nog. Voor de volgende dag moet ik het opschrijven. Dat houdt dat vanaf. Je moet het opschrijven. Op je opschrijfbordje wat hiernaast ligt. What's the purpose of trip? Transit. 2 weken, oké. Dat gezicht klopt volgens mij, ja. Tuli Grimsky Tuli. Oké, je bent een man, dat klopt. Rond met MOA, oké. Klopt dit? Ja, dat klopt. 15-12. Volgens mij mag je er binnen. Volgens mij was jij legit. Ik krijg tot nu toe alleen nog maar mensen die legit. Nee. Ik heb tot nu toe nog geen fout gemaakt. Oeh, diplomatic discussions. Rulebook. Documents. Oké, matching data. Oké. Import Antegria. We zijn niet Antegria. Wij zijn Arstotska. Heb je nog een andere fout? Want ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Oh nee. Dat boeit niet. Hij mag hier niet naar binnen. Dat is gewoon zo. In elk geval volgens mij. Ja, precies. Hij mocht niet naar binnen, dus ik heb het goed gedaan. Hallo meneer. Die foto lijkt anders. Maar het is dus niet zo. Die klopt gewoon. Die klopt. Je bent een man. Dat klopt. 5-11. Je mag niet daar winnen. Nee, daar. Nee, die. Oh, dat is die 83. Laat maar. Sorry. Je mag naar binnen. Oké.
Dat was dag 10. Oké, iedereen is hongerig. Mijn zoon is ziek. Ik ga gewoon eten betalen. December 3rd, 1982. Theft at Ministry of Admission. Limited effect. Few items stolen. Attacker at domestic spying exposed. Oké. Whistleblower on the run. Dit kan interessant worden. Dit kan heel interessant worden. Oké, inspector. A break-in at MOA offices may have compromised our document sealing plates. Nothing important was stolen, but intelligence just counterfeiters have already begun forging official Stotskin documents. Continued. Forgeries. Double check that required documents contain valid seals. Correlate missing or wrong seals against the appropriate entries in the documents chapter of your rulebook. Glory towards Kotska. Oké, rond MOA, een streepje naar rechts in het schild. En dan ga ik nu de naam van deze twee mensen opschrijven. Als ik een pen kan vinden, en dat kan ik. Ik moet dus Stephanie Greer. En wie nog meer? Ik moest toch iemand er binnen laten. Mikhail Saratov. Nou, ik kan je dus nu al vertellen dat die mensen niet naar binnen mogen. Anders zou het niet zo belangrijk zijn dat ik dit goed lees. Zijn er nog nieuwe basic rules gekomen? Volgens mij niet. Nee, geen nieuwe basic rules. Is het ook een persoon? Maar binnen laten komen. Kom maar naar binnen. Mevrouw. Oké, hoe lang blijf je? 14 dagen. Ik ga je naam even... Ik hoef al niks meer te doen. Oh, die zijn. Ja, extra geld. Ik dacht eerst, ik ga je gewoon naar binnen laten. Ik bedoel gewoon... die naaien wegsturen, maar... ik had ook die tenen. Als er nog iemand komt die getiteend moet worden, dan krijg ik extra geld. Georgie, Gorgi, hoe je ook maar genoemd wil worden. Oké. Or cheap, hè? Volgens mij is het... ongeldig. Nee, niet! Oh, het klopt! Wordt het dan de dag? Dat je naar binnen komt. Hij zegt alleen niet de rest. Dat is een beetje moeilijk. Date of birth. Klopt dat, Georgie? Klopt dat? Ja. Ja. Ik denk dat je naar binnen mag. Ja. Geld? Arbison token. Woeh, een token. Next. Oké, even het ding. 30 dagen, dat is een maand. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dit klopt allemaal. Rood met M en een streepje naar rechts. Ja. Oeh, tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe gaat het goed. Hey, jij komt met geld brengen van gisteren. Je zit in 5 people. Maar het is goed. TP oké. Ja, ik wou net zeggen, dit is niet genoeg. Yes, I know. Waar was ik nou? Neighbor spreads the flu. This is what I left after a medicine.
I'll give you a rest next time. Maybe you need 10 more people to make it easier. Oké. Ik vind het... Ik vind het helemaal prima, joh, dat jij je vrouw probeert te redden en ik mijn geld niet krijg. Ik vind het helemaal prima. Oké. Dat klopt. Dit klopt allemaal. Dan gaan we het nummer even checken. Volgens mij gaan we naar binnen. Ik vind dat je naar binnen mag. Oh shit, ik was vergeten dat te checken. Ja, jij mag dus eigenlijk niet naar binnen. Maar ik ging je naar binnen laten. Voor de orde. Kut. Fijn dat je maar 3 warnings krijgen. En dus bij 2, ik moet nog iemand er binnen laten. Klopt allemaal, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ik moet hier geen fouten meer maken, shit. Anders kan ik haar niet naar binnen laten. En dan wordt de orde boos. Ik weet niet dat de orde boos wordt op mij. Dit is ongeldig. Hey, meneer, er komt weer iemand naar je toe. Extra geld! Yay. Ik vind het prima hoor. Extra geld voor hetzelfde werk. Prima. Dat is niet haar. Nee, dat is de verkeerde. Jij hebt het niet. Heer. Zie je? En nu moet ik weer kijken hoe lang ze gaat blijven. Couple of months. Dat is 2. Die is geldig. Dat is geldig. Dat is geldig. Ze is een vrouw. Dat is geldig. Dat kan. Lief wat dat goed zijn. Dat goed zijn. Yes! Yes! Xanki! Leuke naam. 30 dagen. Dat klopt. Ja, dat klopt. Rond met een streepje naar boven, dat klopt ook. Helemaal mooi. Helemaal goed, helemaal goed, helemaal goed. Je mag naar binnen. Ja. Mail. West Creston, dat klopt. Want Arstotzka is East Creston. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Yes. Hallo meneer. Hoe gaat het ermee? Transit. Dat zei ik. Oh nee, dat bedoelde ik te zeggen. Let op, let op, let op. Ja, zie je. Oké. Nog andere fouten. Zo, nou, die klopt. Het lijkt niet helemaal op je, maar het is wel zo. Je mag er binnen, je mag er binnen. Jammer. Ik moet hem naar binnen laten. Terwijl het in eerste instantie. Ik heb die 2. Stephanie Grash niet langsgekomen. Oeh, a strange man brought money. Shit, hier weet ik volgens mij iets van. Ja, ik moet nu gewoon alles kopen. Want volgens mij heb je 1 dag dit geld, of 2 dagen dat ik het morgen ook nog heb, zeg maar, dag 12. Maar volgens mij, omdat je opeens alles kunt kopen, komt de regering erachter dat je geld hebt gekregen.
Dus dat. Maar goed. Maar, we hebben geld. We hebben geld. We hebben $1,060. Of credits, hoe ze ook heten. Hebben we nog. Dus, on that note, ga ik deze video afsluiten. Want, ja, nee. Ja. Dat is het einde van de video. En ik weet niet of jullie dat zagen. Hopelijk zagen jullie dat Steam dingetje, maar dat is een goede vriend van mij. Die zei even dat hij in de video was. En dat klopt. Josh, dat klopt. En nu vraagt hij of jullie subscriben aan hem. Maar dat gaan jullie niet doen. Want jullie subscriben alleen nog aan mij. Als je dat nog niet hebt gedaan. En like ook even deze video mocht je hem nou tof hebben gevonden. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao! We'll be right back.